Poetsen, schrobben, passen en meten. Het monnikenwerk van deze vrijwilligers is minder spectaculair dan een Hollywoodfilm, maar wel levensecht. Deze bende komt uit de grond in de Eindhovense wijk Meerhoven. Dit zijn inheemse mensen geweest, dus het zijn gewoon, ja, noem het Germanen of Kelten. Mensen die hier 2000 jaar geleden woonden toen de Romeinen hier binnenvielen. En die hebben langzaam spullen van de Romeinen overgenomen en de mode van de Romeinen, zeg maar, overgenomen. En ja, ik vind het gewoon een heel fascinerend idee dat hier 2000 jaar geleden mensen in gekookt hebben, spullen in bewaard hebben. Maar in 2000 jaar tijd hebben die spullen natuurlijk het nodige te verduren gehad. Oh, hij heeft er net eentje gevonden die past. Ja, hartstikke goed. Kijk, daar doe je het voor. Ja, daar doe je het voor, ja. Dat komt niet heel vaak voor, hoor. Misschien 2 keer op een avond. Heb je de verschillende puzzelstukjes eindelijk gevonden, dan ben je er nog niet. Wij zetten dat ding op een draaischijf, op zijn kop. Dan vullen we hem eerst van binnen op met vulzand. Dat is zand wat we steeds opnieuw kunnen hergebruiken. Dan maken we die vorm zonder dat die buitenwand er is mooi in zijn geheel in de ronding zoals je moet worden. Dan wordt die gips eroverheen gedaan. En die wachten we even totdat hij hard is en dan wordt hij naderhand bijgewerkt. En dan heb je dus 1 potje. Voordat het hele dorp af is, zijn we dus misschien wel weer 2000 jaar verder.